Ja, ja, rotzooi en dat soort zaken. Wat geen oud papier is, dat moet er niet in. Ik bedoel, maar dat zijn exclusieve toestanden. En nogmaals gezegd, de meeste mensen doen het gewoon goed. Afgelopen olie in een vaatje of in een emmer achter de container. Poepluiers. Toen stonden die poepluiers er bij de kerkhof nog niet. Puin. Kapot, een koelkast met kapot vlees. Wat moet ik ermee? Ik heb zat te eten, hoef ik dat er niet bij hebben? En gewoon de boel er niet ruw afwerken. Geen zorg eraan besteden wat ze doen. Maar het is allemaal geen kommer en kwel, maar dat zijn wel de punten waar heel veel papier inzamelen zo op afbranden. Zorgen dat de boel klaar heeft staan voor het mensen. Tot z'n zo'n 5 uur de langs. Overdag 2 keer met neftruk aanstampen en zorgen dat de boel netjes houdt. Dat geldt dus 5, 6 dagen. Zondag gesloten. Staat erop. Heel veel mensen begrijpen dat niet, maar dat ligt aan hun intelligentie. Aan de andere kant is het zo, van de 100 mensen doen het er 98 goed. En 2 ervan, die gooien er rotzooi in. En dat is een moeilijkheid. En daar heeft iedere inzamelaar mee te maken. Privéterrein betreden eigen risico. Dat houdt dus in als je met de auto komt en er gebeurt wat dat niet voor ons is. En dan alleen papier. Geen plastic, geen poepluiers. Niet op zondag. Dat moet wel op een andere locatie komen in de toekomst. Ik doe dat graag. Veel mensen contact hier. Maar alles is aan verandering onderhevig. Ook de papierinzamelingsplaats. Waar dit terechtkomt, dat ligt aan de initiatiefnemers die het hier nakomen. Het hele verhaal dat gaf veel voldoening. Dat was gewoon goed. En een begroting van 180.000 tot 200.000 euro op het moment. En wordt toch gerealiseerd. Een Otten, een Fokker, een Boldema en nog 2 of 3. De Klas en de Bak. Ik bedoel maar, dat je niet denkt, oh, Jantje Wessels net staat even alleen. Zo is dat niet. Want wie aan de reden biedt, ik goed Hongaars. Nou, dan kan ik net zo min als die Polen daar op de werf. Maar ik kan wel met haar naar binnen proberen. En het was allemaal geen succes hoor. Dan was dit weer niet goed en dan was dat weer de lup weer uit de hand. Dus je moet er geregeld achteraan.